Goedemiddag iedereen, welkom op dit debat over de toekomst van de cultuursector. Het is het laatste van drie online sessies, of de laatste van drie online sessies. Afgelopen woensdag ging het over het digitale pad, gisteren over gelijke groeikansen voor iedereen en vandaag over de financiële veerkracht van onze sector. Ik ben Ronald Verhagen trouwens, stel ik me even voor. Laat ik om te beginnen een jaar teruggaan in de tijd, letterlijk in de tijd, de krant bedoel ik. Op 19 november 2019 lazen we daar Jan Bon zet mes in de cultuursector. De meest ingrijpende maatregel toen, 60% van de projectsubsidies geschrapt. Jan Bon wou nieuwe accenten leggen om de maatschappelijke, persoonlijke en economische waarde van cultuur te maximaliseren. We zien ook allemaal die beelden voor ons van die commissies in het parlement met vertegenwoordiging van de sector op de banken. Een sector onder druk en dan moest natuurlijk COVID-19 nog komen. Kortom, het laatste jaar was er één van crisis. En als we naar de voordelen van een crisis kijken, dan komen er ook kansen. En we kunnen misschien dit moment benutten om dingen ten goede te veranderen. En dat is eigenlijk de reden waarom we vandaag vanmiddag hier online samenzitten. Financiële veerkracht, daar gaat het over. Hoe gaan we dat aanpakken? We vroegen 12 spraakmakers om een brief te schrijven. Een brief vanuit het jaar 2030. Om te vertellen hoe de stappen waren die geleid hebben naar een toekomstbestendig cultureel ecosysteem. Van de laatste 10 jaar dan, gezien vanuit 2030. De ideeën uit die brieven die vormen de leidraad in dit debat. We gaan praten met vier prominente mensen uit het veld. Dat zijn Sigrid Pousset. Zij komt uit de wereld van taal en literatuur. Zij werkt voor Passaporta in Brussel en is onafhankelijk cultuurmanager in de letteren. Dominique Savelkoel is directeur van Musee in Oostende. Zij zat in het management van een reeks culturele instellingen en was ook adviseur op het kabinet van cultuurminister Sven Kats. Dan is er ook Jeroen Sleurs. Hij heeft een verleden bij het Davidsfonds en Ethion beter. En is nu directeur van de Gezinsbond. En tenslotte Marijke van de Bury, directeur Filmfestival Gent. Ex-zakelijk leider van het WAF. En zij was ook directeur bij de Beurs Schouwburg en bij Brussel deze week. Met die vier mensen gaan we praten. Ik zeg er graag nog even bij dat deze online sessie wordt ondersteund door Cultuurloket, door Faro, Kunstenpunt, Socius en het VAF, het Vlaams Audiovisueel Fonds. Hoe gaat de sessie eruit zien? Aan de hand van de 12 brieven van de smaakmakers heb ik 4 thema's gekozen die de structuur van deze sessie gaan vormen het komende uur. Eerste thema is verder ontwikkelen van het huidige systeem. Tweede, een systeemverandering. 3, emancipatie van de kunstenaar. En 4, de digitale evolutie. Dus het komende uur gaan we elk van die 4 thema's spreken. En op het eind is er een conclusie. Voor we eraan beginnen heb ik nog 1 vraag bij wijze van introductie aan de panelleden. Namelijk, hoe gaan jullie om met de huidige situatie waarin ieder van ons zit? En laat ik beginnen bij Sigrid. Goedemiddag allemaal, dankjewel. Ja, in de eerste helft van het jaar heb ik eigenlijk gebruik gemaakt van de versterking die ontstond. En ben ik vooral dagelijks in contact gebleven met makers, met schrijvers, met podiummakers, met kunstenaars dus. Omdat het voor hen heel erg onrustwekkend was wat er zou gebeuren, hoe het verder ging, optredens die wegvielen en zo verder. Dus voor mij was dat direct contact met de kunstenaars heel belangrijk in die periode, terwijl ik na de zomer dan toch mij ben beginnen aanpassen door ook online te beginnen functioneren, wat ik aanvankelijk niet deed. Oké, dankjewel Sigrid. Dominique, jij? En voor mij is het een hele bijzondere periode geweest. Ik ben begonnen als directeur van het museum op een dinsdag. En op donderdag, 2 dagen nadien, hebben we moeten besluiten om het museum te sluiten. Dus ik werd directeur van een organisatie waarvan ik de medewerkers niet kende, waarvan ik de collectie niet kende, waarvan ik het gebouw eigenlijk zelfs niet kende.
En dat was eigenlijk allemaal heel bijzonder. Daarboven was de organisatie zelf toch ook een beetje zoekende. Dus ik zat meteen op twee niveaus. Het interne niveau, hè, wat gebeurt er met het museum? En dan meteen, hoe gaan wij reageren op de hele coronasituatie? En dat was wel bijzonder. Dat was ook wel veel samen. Maar dat schepte meteen ook mogelijkheden. En dat heeft ons ook geleerd, denk ik, om heel snel te gaan focussen. Dus ik heb eigenlijk al een paar heel erg boeiende maanden achter de rug. Ja. Oké, positief bekeken. Marijke? Inderdaad, de crisis begon in maart. Ons festival is in oktober. Wij hebben een lange periode gehad van onzekerheid, maar waarin dat wij nogal vasthoudend en overtuigd van een missie waren en dat er in elk geval een festival zou zijn, eender welke vorm. Het is uiteindelijk gebleken dat er heel wat beperkingen waren, maar we hebben wel degelijk nog net voor de tweede golf het festival kunnen laten doorgaan. Ja. En we hebben dat festival dan eigenlijk ook grote mate in het teken van solidariteit gezet. Met de festivals die online zijn moeten gaan en die niet konden doorgaan, wiens programma wij deels hebben overgenomen. Maar het was ook vooral heel belangrijk voor de makers dat ze eindelijk terug een platform hadden om hun werk te presenteren. En we zagen dat het ook voor het publiek, dat die heel blij waren dat ze eventjes aan de realiteit konden ontsnappen als het festival er was. Maar we hadden ook een heel grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, natuurlijk. Hè. Dus het was, ik moet toegeven, het was best wel stresserend. En nu na het festival merk ik dat het toch ook wel goed geweest is om onszelf eens te herdenken. Dus daar zijn wij momenteel volop mee bezig. Oké, dan ben jij geknipt om vandaag mee te praten. Jeroen, jij tenslotte? Ja, goedemiddag. De vraag is, hoe gaat het? Ja, dat is een beetje een rollercoaster, denk ik, zoals bij veel mensen. Er zijn dagen dat je denkt van, hoe gaan we hieruit geraken en hoe gaan we het oplossen? En er zijn andere dagen en periodes dat je denkt van, dit is eigenlijk, zoals daar juist gezegd is, enorm veel opportuniteiten, heel veel veerkracht die erin zit. Ik moet zeggen dat dat toch wel het overwegende gevoel is bij mij, als ik zie hoe flexibel heel veel mensen, organisaties in deze situatie zijn. Vind ik fantastisch. Voor onze eigen organisatie, de Gezinsbond, met 180 medewerkers die van op 2 dagen tijd naar volledig thuiswerk zijn overgeschakeld. Als we daar een plan voor hadden moeten uitwerken, had dat 2 jaar geduurd, zeg ik altijd om te lachen. En dat is ook zo. En dat is op 2 dagen gelukt. En dat gaat ook. Het is niet ideaal, maar het gaat. En ik zie dat ook bij onze 12.000 vrijwilligers. Lokaal, de creativiteit die daar loskomt, omdat het moet, is enorm. Ja. Oké. We gaan samen dus de 4 thema's tackelen en we voorzien 10 minuten per thema. Het is mogelijk, en nu spreek ik rechtstreeks tot de mensen die kijken, om te reageren op wat je hoort, wat Jeroen en Sigrid en Co. allemaal zeggen. Dat kan via de chatfunctie in deze applicatie. De mensen van Cultuurloket gaan kijken wat daar wordt gezegd en die spelen mij af en toe reacties door en die kan die dan voorleggen in het debat. Je kan de vragen van andere mensen ook evalueren of een plusje geven als je vindt dat dat een relevante vraag is. En hoe meer plusjes een bepaalde vraag krijgt of een bepaalde opmerking, hoe hoger die komt in de rangschikking en hoe hoger de kans is dat die vraag ook wordt gesteld. Dat is nog een praktische mededeling voor mensen die kijken. Oké, en dan beginnen we eraan. Thema 1 is het verder ontwikkelen van het huidig systeem van financiering van de sector, van de cultuursector. En nu kijk ik even, Sigrid is weer terug, want ze was even verdwenen. Want Sigrid, dat is een vraag voor jou. Een van de spraakmakers is professor fiscaliteit Michel Maus. En hij wil fiscale ondersteuningsmechanismen uitbreiden in zijn brief. En hij zegt, ik zou mij meer richten op de fiscaal gestuurde publiek-private samenwerking. Is er volgens jou nog ruimte om die samenwerking verder uit te diepen? Jazeker. Ja, ik denk dat we daar eigenlijk nog maar aan het begin van staan. En als ik mij niet vergis, stelt Michel Maus in zijn brief ook voor de oprichting van een Vlaams kunst- en cultuurfonds waar projecten zouden worden betaald en gefinancierd via belastingvermindering. We zijn daar jaren geleden, is die tax shelter ingevoerd. Die wordt nu in verschillende domeinen
verder uitgebreid. Dus ik denk dat daar zeker mogelijkheid is tot verdere ontwikkeling, mits de nodige know-how aan onze kant. Maar dat geldt eigenlijk voor heel veel elementen in het huidige systeem. Dus de meeste organisaties worden gesubsidieerd of hebben inkomsten, ofwel uit eigen inkomsten ofwel uit subsidies. En er is een hele race aan diverse financieringmechanismen waar we verder kunnen rondwerken. En dan heb ik het ook over privé, ook over sponsoring, ook over donaties, legaten, investeringsfondsen, maar natuurlijk aanvullend op de overheidsfinanciering en hand in hand ermee. Maar wat je wel merkt in de structuren waarin we allemaal werken, is dat we uiteindelijk de tijd niet hebben om dat echt te gaan ontwikkelen. We hebben bijna een extra medewerker nodig om dat echt te gaan uitzoeken. Dus daar ligt wel een uitdaging voor beleid hand in hand met de sector om daar nog verder in te gaan. Ik zeg niet dat er geen systeemverandering nodig is, die is er ook nodig. Als je dan kijkt naar de precaire situatie van de kunstenaar, want we hebben het nu over organisaties, maar die kunstenaar die blijft toch nog, die is nog fragieler geworden. En in functie daarvan is er wel een systeemverandering nodig. Maar het huidige systeem is nog niet uitgeput. Mag wel haar planlast wat vereenvoudigen, dat wel. Oké, ik onthoud planlast vereenvoudigen. Je sprak ook over de tax shelter maatregel. Dat is een belangrijke maatregel in België. Die geldt bijvoorbeeld voor de audiovisuele sector. Marijke, jij was zakelijk leider bij het Vlaams Audiovisueel Fonds. Wat zijn de voor- en nadelen van zo'n tax shelter systeem en het eventueel uitbreiden daarvan? Het is zeker zo dat dankzij de tax shelter dat er meer geproduceerd wordt. Want film is een heel duur medium en daar was het heel belangrijk dat die tax shelter er was. Maar ik ga helemaal akkoord met Sigrid dat dat aanvullend moet op de andere subsidies die er zijn. Want als je kijkt, ja, die tax shelter, dat veronderstelt dat er winst gemaakt wordt. Want dat zijn eigenlijk bedrijven, dat kan uitgebreid worden naar individuen, die een deel van hun winst of een deel van hun budget investeren in de kunsten. Maar dat veronderstelt dat er winst is. Dus de voorspelling nu bijvoorbeeld voor de audiovisuele sector is, dat aangezien dat de economie het moeilijk heeft, de bedrijven verliezen geleden hebben, dat er op dat vlak dat er een terugval zal zijn. Dus dat is zeker een nadeel. Dus vandaar dat ik denk van tax shelter uitbreiden zeker ook naar andere domeinen, waar dat mensen zelf kunnen kiezen van waar heb ik affiniteiten mee, waar wil ik geïnvesteerd zien. Maar aanvullend op de andere subsidies en nog een andere kanttekening is dat dat geldt voor tax shelter, maar dat geldt ook voor sponsoring, dat het een bepaald type project is dat zich daartoe leent. Dan merk je bijvoorbeeld een fictiefilm met grote acteurs, populaire genre zal sneller in geïnvesteerd worden, terwijl in kleine documentaires zal het veel moeilijker hebben om dat soort middelen te werven. Dus ik denk, mits die twee kanttekeningen, is het een zeer waardevol instrument. Ook voor andere sectoren? Denk ik zeker, ja. Want kunsten, ja. Nu al zo, het is zelfs ook zo dat dat niet alleen in de kunsten is, hè, want een tax shelter bestaat ook voor start-ups bijvoorbeeld. Hè. Dus het is zeker een aanvullend en heel goed instrument, ja. Dominique, jij zat ook niet alleen aan de ontvangende kant van subsidies of van steunmaatregelen, maar ook aan de adviserend gevende kant, hè, als medewerker van het kabinet van Sven Gats. Wat is jouw opinie over die tax shelter, die privaat-publieke samenwerking? Ja, ik denk, het is zo, de subsidies zijn nog altijd de belangrijkste stroom van gelden. Hè. De minister van Cultuur is de grootste mecenas, bij wijze van spreken. En het is inderdaad interessant om vanuit de sector dan eens eventjes op die andere stoel te gaan zitten, aan de andere kant van de tafel. Vol goede bedoeling, want we gaan dat aanpakken, we gaan dat veel flexibeler doen, veel meer aansluiten bij wat de sector vraagt. Maar ik denk dat iedereen vol goodwill aan die job op die manier bedoelt, maar dat dat één keer is gedaan op die stoel zit, één merk, dat allemaal niet zo evident is. Dat
dat er momenteel denk ik zelfs een 150-tal subsidielijnen bestaan. Daar kan niemand nog aan uit. Laat staan het eigen departement. En zoals Sigrid zei, heel terecht ook de individuele kunstenaars. Of voor de organisaties is dat echt een enorme hoeveelheid aan informatie. Ondanks de goede wil die daar natuurlijk weer achter zit. Dus het is een kwestie, denk ik, van constant dingen in vraag te blijven stellen. En constant te kijken naar een soort... een soort efficiëntiedienst van waar kunnen we het snelst het verschil gaan uitmaken. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En sowieso, er gaat nooit één oplossing zijn of we kunnen nooit gaan werken met één instrument. Het is zo'n diverse sector, van klein naar groot, individueel naar grote Vlaamse kunstinstellingen. Dus je gaat altijd verschillende kanalen nodig hebben. Maar dat daar een beetje meer duidelijkheid in moet komen, dat moet ik proberen. Als er nu meer en meer publiek-private samenwerkingen zouden komen in de toekomst, dan dreigt het allemaal nog ingewikkelder te worden. Op welke manier zou dat dan efficiënt kunnen? Hebben jullie daar een idee over? Dominique, heb je een idee daarover? Dat er kan gestroomlijnd worden, bijvoorbeeld? Ik heb daar geen pasklaar antwoord op. Nee, zelfs na 5 jaar kabinet. Dat is een soort van voortschrijdend inzicht. In de materie zelf, maar ook de sector verandert constant. Dat is enorm hoe flexibel dat die sector is en hoe snel dat daar veranderd wordt. Neem daar nu zo'n crisis als corona bovenop. Dat is gewoon... Dat kan niemand voorzien. Daar was niemand klaar voor. Een andere spraakmaker uit de brieven is Bart van Looijen, professor innovatie en organisatie aan de KU Leuven. En daar neem ik een interessant onderwerp uit zijn brief. Hij pleit namelijk voor prijsdiscriminatie. Het aanbieden als cultuurhuis van goedkope tickets en daarnaast dure tickets met dan exclusieve voordelen eraan. Jeroen, wat is jouw opinie daarover? Ja. Zo'n prijsdiscriminatie? Ja, ik vind dat eigenlijk... wel een idee dat zeker verder onderzocht kan worden. Dus we spreken heel vaak over subsidies, giften, bedrijven, maar uiteindelijk doen we het allemaal, denk ik, die cultuur een stuk voor, als je een marktterm gebruikt, de klant of de deelnemer aan cultuur of het publiek, toch heel veel, los van de experimentele ruimte die er moet zijn voor kunstenaars natuurlijk, maar je wilt daar op een bepaald moment mee naar het publiek. En de ervaring is toch dat we een heel gedifferentieerd publiek proberen te bereiken. Maar als we eerlijk zijn, dat vaak toch wel een goed middenklasse publiek is, ook een grote groep. En vaak zijn die mensen wel bereid om soms meer te betalen dan nu het geval is. En soms moet je ook eens naar het buitenland kijken. Ik weet niet in hoeverre dat in Vlaanderen al massaal bestaat. Bij mij weet ik niet, maar ik kan mij vergissen. Maar ja, voorstellingen en musea die bijvoorbeeld goedkoper zijn op een weekdag overdag, wanneer dat gepensioneerde studenten anderen daar naartoe kunnen komen en die duurder zijn op een vrijdag en zaterdagavond met extra beleving dan die je toevoegt eraan en waar dat je prijzen nog hoger zijn. Dat is ook een manier in plaats van over heel de periode, heel de week dezelfde prijzen te hanteren met dan een korting voor bepaalde groepen. Dus, De term marktdenken die is een paar keer aan bod gekomen bij de spraakmakers. We komen daar straks ook op terug, maar ik zou toch al van Evie Swinne één uitspraak eruit willen lichten nu, omdat het van toepassing is op de ontwikkeling van het verdere systeem, of van het systeem nu. Evie Swinne is trouwens een expert economische en beleidsmodellen in de kunstensector. En zij stelt het principe van toegewezen en beschikbare budgetten voor. Dus namelijk... Zij gaat ervan uit, er wordt te veel geproduceerd. De markt stimuleert mensen om veel te maken. Dus we zouden beter een aantal toegewezen budgetten geven en dan eventueel beschikbare budgetten die mensen mogelijk kunnen opnemen, maar niet per definitie moeten opnemen. Dus een soort proces van ontgroei in gang zetten. Lijkt jullie dat een piste? Is er iemand die daar iets over kan zeggen? Marijke misschien? Ik herinner me ook een periode bij het Vlaams Audiovisueel Fonds, dat eigenlijk door de beperking van de middelen, dat sowieso al een beetje zo is. Het is namelijk zo dat een commissie bijvoorbeeld niet
een dossier op de eigen elites, maar voorbeeld ook vanuit een hoger perspectief in functie van de beschikbare middelen. Dus het is zeker niet zo het geval dat nu alles gehonoreerd wordt. En we hadden het net over die fiscale incentives, dat er daardoor meer kan geproduceerd worden. Wel, daar hebben wij binnen de audiovisuele sector inderdaad gezien dat er ook wel films gemaakt worden. En dan spreek ik eigenlijk niet, want de audiovisuele sector is deels de culturele sector, maar het heeft ook een exponent bij het entertainment. Dat er ook vaak films gemaakt worden, omdat dat een verdienmodel is door die fiscale incentives. Ik denk, zeker aan de culturele kant, is het naar mij niet zo dat er een beetje een wildgroei is. Is het toch niet door de beperking van de middelen eigenlijk al een beperking van het aanbod? En die fiscale stimuli, ja, daar moet je inderdaad een beetje op letten. Dat allemaal producten zijn die, of producties zijn die de intentie hebben om naar de markt, naar het publiek te gaan. Ja, oké. Ja, Dominique? Ik wil daar misschien ook nog bij aanvullen. Dat is ook bijvoorbeeld een systeem dat in Scandinavië wel gekend is. Ik zal zeggen, dit is de pot voor dans wie wil mag inschrijven. Het is een totaal andere benadering dan degene die wij kennen. Als je bijvoorbeeld ook naar Frankrijk kijkt of zo, daar heb je dan weer het verhaal van de grote huizen dat veel belangrijker is. En ik herinner mij vaak als wij op missie waren in het buitenland, hoe vaak dat wij complimenten kregen en dat iedereen zich de vraag stelde van hoe komt het dat Vlaanderen zoveel talent voorbrengt. En ik denk dat dat net te maken heeft met het feit dat wij gewoon bottom-up werken, dat wij een breder subsidiemechanismen hebben dat ook flexibel is, waardoor dat we kunnen oppikken wat we op het moment zelf denken dat opgepikt moet worden. En ik denk, dat is uniek aan ons. En het kan ook zijn dat het in kraantjes staat, dat is ook zo. Maar er is iets, en het is heel bijzonder, en het is heel interessant, wat ervoor zorgt dat wij hele sterke kunstenaars voorbrengen. En ik denk dat we dat niet uit het oog mogen verliezen als we gaan naar andere systemen. Oké, dus ook onthoud dat het systeem eigenlijk op dit moment als voordeel heeft dat er veel wordt gemaakt, dat het ook financieel interessant kan zijn, dat er talent wordt ontwikkeld, maar dat er veel administratieve last is eventueel, of dat het soms niet duidelijk is waar en hoe met subsidies, dat daar bijna mensen voor moeten aangenomen worden om het bos door de bomen te zien. Ik denk dat dat de conclusie is. Ik wou nog vragen aan de deelnemers om de microfoons graag uit te zetten als je niet aan het woord bent. Omdat er anders wat storing is van de lijnen. Dus degene die ik aanspreek, uiteraard mag zijn microfoon aanzetten, de andere liefst even dempen. Praktische mededeling. Oké, dan gaan we naar het tweede thema, want ik zie dat er nog geen vragen zijn. Het systeem veranderen, dus in plaats van het systeem laten evolueren, het systeem iets radicaler veranderen. Dus dat is eigenlijk meer een thema dat gaat over visie. En daar was ik een heel interessante spraakmakersbrief van Michel Bouwens, onderzoeksdirecteur van commonstransition.org, een platform voor samenleving van commons. Commons, daarmee bedoelt hij gemeenschappelijke goederen eigenlijk die in stichtingen worden ondergebracht. En als burger kan je dan lid worden van zo'n stichting en je kan daar dan ook een inkomen uithalen. En er zou dus dan ook een soort cultuur gilde kunnen zijn, een commons cultuurgilde, waar kunstenaars, cultuurwerkers en gewone burgers lid van kunnen zijn en op die manier een soort ecosysteem in gang kunnen brengen. Dus dat gaat eigenlijk over het delen, zoals ik het begrijp, het delen van de know-how, van materiaal, van mensen en langs de andere kant ook van financiering, bottom-up, dus van mensen die geïnteresseerd zijn in cultuur. Marijke, wat denk jij van zo'n systeem? Ik vind dat heel tempting. Als ik nu zie dat in de audiovisuele sector is het ontzettend belangrijk voor jonge makers dat hun film opgepikt wordt,
voor hun carrière. Als dat niet het geval is, opgepikt, dan bedoel ik dat ze ergens een selectie hebben op een of ander festival. Als dat zo is, dan gaan die vrij snel verdere stappen zetten. Maar voor de mensen voor wie dat niet het geval is, is het ontzettend moeilijk, want ik zei het, film is een heel duur medium, dan is het ontzettend moeilijk om hun verdere weg te gaan. En zoals in de kunsten veel mensen in de horeca werken, dan is het ook zo dat het creatief talent binnen de audiovisuele sector, dat ook zij echt andere dingen moeten gaan doen en dat er een hele grote instroom van jonge mensen hebben, nog voordat de kans hebben om hun talenten te ontwikkelen. Het is een sector die heel erg op projecten werkt en waar dat er eigenlijk nood is aan een open ruimte waar dat jonge makers hun talenten kunnen ontwikkelen samen met andere makers. Je herinnert je misschien bewegingen zoals die in Denemarken geweest is, collectieven waar dat jonge filmmakers, waar dat er echt fantastische films en bewegingen uitgegroeid zijn. Dus ik denk dat dat een heel goed idee is. En dat is, ik denk dat het ook nog ergens aan bod komt van, ja, we moeten zorgen dat er een soort research en development mogelijk is die minder resultaatgericht is dan die welke we vandaag kennen, denk ik. Ja. Katrien van Holder, futurologe, is een andere smaakmaker. En zij stelt voor meer waarde te hechten aan kunsten die op exploratie gericht zijn, omdat die het systeem doen vernieuwen, het systeem doen bloeien. Hetzelfde eigenlijk horen we ook terug bij Ama Corantin Koumi, sociaal ondernemer. En meer diversiteit, meer kleinere kunstenaars, informele collectieven, opkomende kunstenaars. Dominique, wat is jouw mening daarover? Dat er moet geïnvesteerd worden in de rand van het bos, zoals dat ergens wordt genoemd, en niet per se in het bos alleen zelf? Uiteraard, ik denk dat spreekt voor zich. Het is die humus die we nodig hebben en die dan eventueel kan doorstromen of niet doorstroomt, naar andere gelederen van de hele sector, de kunstensector, de cultuursector, de entertainmentsector. Maar we hebben dat nodig, dat experiment, dat kleinschalige, die diversiteit. En dat is wat dat ons zo bijzonder maakt. Ik zei het daarnet ook, wij hebben niet die grote instituten. Wij hebben er nu een paar, maar wij hebben die niet al decennia lang. Wij hebben geen Académie Française. En dat heeft allemaal zijn voor- en zijn nadelen, maar wij zijn erin geslaagd om daar een voordeel van te maken, waardoor dat we net zo op een andere manier uit de hoek kunnen komen. En ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Ja. En dat moet meer dan ooit blijven. Hè? Die fijnmatigheid, dat gedifferentieerde, is heel erg belangrijk voor ons. Nu, die fijnmatigheid, het gedifferentieerde, het exploratieve, is door de huidige minister van Cultuur eigenlijk wat ontmoedigd vorig jaar met die nota. Zo begrijp ik het toch. Dus daar lijkt dan een andere beweging ingezet. Hoe gaat dat evolueren? Gaat dat keren dan? Dat is een verwijzing waarschijnlijk naar het knippen van de projectsubsidies. Ja, van de projectsubsidies, ja. Terug helemaal op peil gebracht is geworden ondertussen. Dus ik denk dat ook hij heeft ingezien hoe belangrijk dat is voor de hele sector. En het gaat over... het gaat inderdaad precies over dit kanaal. Het gaat over projectsubsidies waar dingen uitgetest worden. Het gaat over beurzen. Het gaat over dit soort kleinschalige impulsen eigenlijk, die heel erg belangrijk zijn. En dan is het wel mooi als er dan inderdaad vanuit de sector daarop gereageerd wordt, dat dat dan ook weer aanvaard wordt in Brussel en dat ze daar dan rekening mee kunnen houden. Dat is dan ook weer het mooie van het systeem. Ja, over de financiering daarvan is er nog een vraag binnengekomen van Charlotte Brands. Nee, ik moet even kijken. Van Aaron Blom. Charlotte Brandsma. Hoe denken de panelleden over crowdfunding als financieringsmiddel in de culturele sector? Dus ook bottom-up. Dat zou ik eens aan Jeroen willen vragen. Ja, ik denk zeker dat dat voor een aantal projecten... initiatieven nuttig kan zijn. Het is natuurlijk niet zo eenvoudig, er wordt veel over geschreven. Het is in de praktijk niet altijd eenvoudig te brengen. Ik denk dat wij
als ik nu eventjes spreek vanuit de sociaal-culturele sector, ik heb gezegd, misschien een beetje een vreemde eend in deze bijt. Dat zijn heel grote verenigingen, dat zijn bewegingen, dat zijn vormingsinstellingen. Ik denk dat veel van die verenigingen, als dusdanig ontstaan zijn, als ik kijk naar de Gezinsbond zelf, 100 jaar geleden, doel was om de gezinnen na de Eerste Wereldoorlog die het moeilijk hadden om die het sociaal beter te geven. En hoe is men dat gaan doen? Wat je eigenlijk een heel vroege vorm van crowdfunding zou kunnen noemen. Men is lidmaatschappen gaan organiseren. Je hebt mensen die daar vrijwilligerswerk in investeren, die dat gaan doen in hun gemeente. En dat is ondertussen uitgebreid. En er zijn heel veel voorbeelden, denk ik, bij sociaal-culturele verenigingen, die op die manier eigenlijk aan vormen van crowdfunding doen. En die ook het klassieke lidmaatschap, wat 100 jaar geleden dan de manier was, geleidelijk aan omturnen in allerlei andere manieren om mensen betrokken te houden, mee te laten investeren. Dat kan tijd zijn als vrijwilliger, maar dat kan ook geld zijn. En die tijd is ook geld waard, om het zo te zeggen. Hè? Want als je daar iemand voor moet betalen om het te doen. Dus dat is eigenlijk, denk ik, zoals heel veel zaken, is het ook een stukje kijken naar wat hebben we al gehad en hoe is de evolutie en kunnen we uit dat verleden toch een aantal lessen meetrekken om vaak zaken die nu heel nieuw lijken, om die toch een stukje onderbouw en meer kans op succes te geven. De twee thema's die we nu hebben behandeld, de evolutie van het systeem of een systeemverandering, zijn eigenlijk thema's op een soort meer macroniveau. Maar laten we eens gaan kijken op microniveau naar de kunstenaar zelf, toch een essentieel onderdeel van waar we over praten natuurlijk en van het culturele ecosysteem. De emancipatie van kunstenaars is ook een thema dat door een aantal van de brieven als een rode draad loopt. Fleur Kani onder meer, zij is kunstenaar en zij schrijft La clarté de la crise, die biedt kansen voor ons, kunstenaars. En zij pleit voor een economische emancipatie van de kunstenaars en concreet bedoelt ze daarmee maak van de kunstenaar de economische spilfiguur in de sector. Dus laat hij zelf een zakelijk model opstellen op maat van zijn of haar werk. Sigrid, wat is jouw opinie daarover? Is dat een leefbaar idee? Is dat realistisch? Ja, ik ben er absoluut voorstander van. Alleen hou ik niet zozeer van het woord emancipatie, want dan lijkt het alsof de kunstenaar nog niet is geëmancipeerd. Een kunstenaar is vooral natuurlijk sterk in het maken van kunst. En vervolgens heeft hij mensen nodig om zich heen, liefst niet veel, die eigenlijk kunnen bekijken van hoe kunnen we nu op een optimale manier omkaderen. Dus dat verwijst eigenlijk terug naar die bottom-up benadering van Dominique, van kijk wat de kunstenaar nodig heeft en vertrek van daaruit. Eigenlijk ook alles wat we hebben gezegd over participatie van burgers kan daar zelfs ook een rol in spelen, dat wat de kunstenaar doet, dat voor een stuk ook gedragen wordt in een sociale context. Dus dat niet alleen de economische factoren, maar ook die sociale omkadering belangrijk is. Maar wat ik eigenlijk... Dus jij vindt eigenlijk dat de kunstenaar geen economische verantwoordelijkheid heeft voor zijn of haar werk, om het te realiseren. Dus dat er moet iemand zijn die hem of haar daarin ondersteunt. Want wat Fleur Kani eigenlijk zegt is, je bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van uw budget. Ja, nee, ik bedoel, stel je voor dat de grote makers in onze golf van de jaren 80 allemaal zelf hun budgetten hadden moeten zoeken, dan hadden ze maar de helft van de kunst kunnen produceren die ze hebben geproduceerd. Mm. Dus uiteraard zijn wij daar als managers, als intermediairen nodig om die kaders te creëren, maar wel op maat. En wat dat betreft zie ik nu, 30 jaar later, ik draai nu bijna 30 jaar mee in die sector, dat we zijn geëvolueerd naar een sector die economisch mensen aan het werk zet, hè, met omkaderen, mensen met vaste contracten voor onbeperkte duur, maar dat ondertussen de kunstenaars zelf geen contracten meer hebben, tenzij tijdelijke. En dat is toch wel een hele grote discrepantie die is ontstaan, waar we weer anders moeten tegenaan kijken en waar ook in voorstellen van schrijvers die we hebben kunnen lezen, werd nagedacht over eenheidsstatuten, over basisinkomen, waardoor die kunstenaars niet meer in die angst leven van hoe gaat het verder met mij?
Ronald, we horen je niet. Excuseer. Er is nog een vraag binnengekomen. Er zijn een aantal vragen eigenlijk over de humus, waar Dominique daarnet over sprak, en over de middelen voor R&D in de sector. Dat wordt nu aan de overheid overgelaten om dat te financieren. Kan de sector daar zelf ook meer voor doen? Of is het enkel een rol voor de overheid, Dominique? Het is uiteraard een rol van de overheid, denk ik. Maar dat wil niet zeggen dat er aanvullende initiatieven kunnen genomen worden en ook moeten genomen worden waarschijnlijk. Ik haal hier misschien toch wel het voorbeeld aan van de grote kunstinstellingen. Zij zijn heel vaak de kop van jut. Hè? Veel geld, grote instellingen, veel medewerkers. Maar als zij hebben opdrachten die samenhangen bij het feit van een grote kunstinstelling te zijn. En dan ziet men toch, bij de ene ging het al wat vlotter dan bij de andere, maar ik denk dat ze vandaag allemaal zo bezig zijn, van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van jonge makers, nieuwe makers. En dus wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat het ene niet exclusief is. Het ene sluit het andere niet uit. En ik ben hoe dan ook een hele grote voorstander van samenwerken op heel veel verschillende manieren, maar ook op het gebied van dat experimentele, op het gebied van die jonge kunstenaar, op het gebied van die nieuwe kunstenaar, op het gebied van diversiteit. Er zijn zoveel... En dat is een wisselwerking, dat is niet één richting. Dat is niet de grote instelling die de hand reikt naar een jonger iemand om te zeggen van ik ga u helpen of ik ga u begeleiden. Maar het is niet te onderschatten wat dat die jonge, nieuwe kunstenaars, waar dat die voor zorgen en hoe dat zij ook op hun manier weer voor verse lucht zorgen in die grotere kunstinstellingen. Dus het is ook hier weer, het klinkt allemaal een beetje dubbel, maar het is ook hier weer een verhaal van NNN, wat mij betreft. Ja. Stijn Baart. Ja, ik wou daar nog één dingetje aan toevoegen. Dus die beginnende, ja, heel belangrijk, die zorgen voor nieuwe input en zo verder. Vergeet wel in het beleid ook niet de mid-careers, zogenaamd. Degenen die dus eigenlijk min of meer zijn doorgebroken, maar niet gevestigd zijn. En die daar in die fase van hun carrière vaak strop geraken. Dat wou ik er even aan toevoegen. Oké. Okay. Stijn Baart, professor arbeidseconomie, die stelt voor dat kunstenaars een businessplan voorleggen met een strategie om op middellange termijn zoveel mogelijk burgers van hun kunst te laten genieten. Dus marktdenken eigenlijk. Jeroen, daarvan zou ik willen weten wat jij daarover denkt. Ja, het is een debat, hè, en het is natuurlijk hier en zoals Dominique terecht aangeeft. Dus ik geloof absoluut in die research and development functie, die cultuur heeft, de ruimte die er moet zijn om te experimenteren. Langs de andere kant, als die cultuur... een deel daarvan moet ook doorgroeien. Hè. En die Sigrid heeft verwezen naar wat dat we hebben meegemaakt 30 jaar geleden, hè, cultuur die daar ontstaan is. Ik ben zelf historicus van opleiding en heel veel van de zaken die uit de langere geschiedenis tot bij ons zijn gekomen, grote kunstenaars waren vaak ook wel mensen die, laten we zeggen, economisch onderbouwd waren. Hè, waar dat je effectief dat marktdenken had, hè, heel veel van de kunst die we nu nog hebben. Dus ik denk, het is geen zwart-wit verhaal, het is zeker en-en, maar ik denk dat mensen daar een stuk voor emanciperen en ik begrijp dat dat een beetje een vies woord is, maar heel onze sector, de sociaal-culturele sector, is daar eigenlijk een beetje uit ontstaan. Dat was onze taak om, de VRT heeft dat ook nog vroeger als doelstelling gehad, denk ik, om de mensen te emanciperen. Ik denk als je dat vertaalt naar de samenlevingen waarin dat we vandaag leven op een moderne, eigentijdse manier, dat dat op zich geen verkeerd woord hoeft te zijn. En dus die kunstenaar die ook, laten we zeggen, met de nodige hulp, ondersteuning, daarover nadenkt, hoe kan ik hier een stuk zelfstandig worden, dat gaat er ook voor zorgen dat hij zijn onafhankelijkheid kan bewaren. Dus ik sta daar zeker niet negatief tegenover. Maar nogmaals, het is zeker geen zwart-wit verhaal. Fleur Kani had het over de emancipatie van de kunstenaar, dus de verantwoordelijkheid echt bij de kunstenaar leggen. Ellen Schoenaerts die heeft het in haar brief over een vast inkomen voor kunstenaars. Dat is eigenlijk een beetje het andere einde van het spectrum. Marijke, wat vind jij ervan? Van
kunstenaars een vast inkomen geven? Is dat een oplossing? Ik denk dat het wel een beetje rust zou kunnen geven. Hè? Want we hadden het net over die jonge kunstenaars, nog beginnende kunstenaars, die dan een project hebben en dan weer een tijd niet. Daar is het kunstenaarsstatuut bijvoorbeeld, dat we vandaag kennen, heel belangrijk. Maar er zijn een aantal voorwaarden aan gekoppeld. Dus ik denk dat... ik weet niet precies hoe dat je het zou moeten realiseren en welke voorwaarden je er zou moeten aan koppelen. Maar het kan zeker een idee en een denkpiste zijn. Want ik ben er eigenlijk van overtuigd dat een kunstenaar die gaat altijd aan het werk zijn. Dus je moet niet denken dat daar van geprofiteerd wordt, wat dat vaak gedacht wordt. En die gaat ook altijd werk maken waarvan hij wil dat het gezien wordt. Dus ook daar naar het bereik toe denk ik dat we iets meer vertrouwen moeten hebben in de kunsten en in de kunstenaars. Dus ik denk dat dat zeker een piste is. Maar Dominique zei het ook al, de grote huizen die nemen ook vaak die jonge kunstenaars in huis. En hier en daar zijn er al wel zo van die dingen. Hè? Dus we kenden vroeger het principe ook van grote huizen die huisartiesten hadden. Hè? Dus dat is een beetje een gemengd systeem dan. Hè? Dus ik denk dat daar zeker kan over nagedacht worden, ja, absoluut. Je zou er ook een leeftijd op kunnen zetten eventueel. Hè? Of dat je zegt van beginnende artiesten krijgen een vaste ondersteuning en van zodra ze een bepaald niveau halen of een bepaald bereik waar inkomsten uit voortkomen, dat ze dan wel worden losgelaten. Ja, maar dan zit je natuurlijk met het principe dat ook in de brieven aangehaald is dat eigenlijk de waardebepaling nu, dat eerder een economische waardebepaling is of eerder kwantitatief, maar dat je het ook kwalitatief moet kunnen bekijken. Want het werk van een kunstenaar kan ook op andere domeinen impact en waarde hebben. Dus het is heel moeilijk van hoe ga je daarmee omgaan, hoe ga je dat meten? Ja. Dan zijn we al bij het vierde thema aangekomen. Het gaat goed vooruit. Jeroen moet aansluiten, denk ik. Ah, Jeroen, wil jij nog iets zeggen? Ja, gewoon heel kort. Er wordt nagedacht over een vaste vergoeding, of hoe je dat wil noemen, voor kunstenaars. En het wordt er al eventjes gevallen. Hè. Basisinkomen is iets wat dat vandaag de dag... Ik heb daarna verwezen kort bij Etion gewerkt. Veel mensen weten niet wat dat is. Dat is waarschijnlijk dat is een werkgeversorganisatie die zelfs specifiek daarvoor pleit. Hè. Daar is een econoom daar op de studiedienst. Dus dat is eigenlijk iets wat dat toch op veel plaatsen waar dat over nagedacht wordt. En dan is dat niet specifiek voor kunstenaars, maar dan zeg je van kijk goed, in heel de samenleving ga je mensen een stuk toch zorgen dat ze een basisinkomen hebben. En hoe ze dat spenderen is voor iedereen een stukje zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat zou ook een manier kunnen zijn om het breder open te trekken dan enkel de kunstenaars. Ja. Het onderwerp inkomsten gaat ook aan bod komen bij het laatste thema zo meteen. Dat gaat over de digitale evolutie die ongetwijfeld spectaculair zal zijn de komende 10 jaar. Daar twijfelt niemand aan, denk ik. We hebben nu gezien dat een van de gevolgen van de coronacrisis en van het thuis zijn van veel mensen is de steile opmars van streaming, van streamingdiensten. Een potentieel gevaar ook voor de audiovisuele sector in ons land. Of toch ook een kans, Marijke? Dat is de audiovisuele sector moest al voor de coronacrisis zich daar tegenover positioneren. Hè. Er is het online kijken versus het fysiek kijken van een film in een bioscoop. Ik denk dat die bioscoopervaring niet bedreigd is door het online kijken. Het is zo dat wij zijn nu genoodzaakt geweest in de coronacrisis om onze films te selecteren online. Als je de film dan terugziet op groot scherm, ja, daar zijn zoveel lagen boven. Het is ook niet omdat mensen in der tijd een tv gekocht hebben dat ze niet meer naar de cinema geweest zijn. Dus ik denk dat dat geen bedreiging is. Maar wat dat we wel merken, dat is dat die wereldspelers eigenlijk niet echt een heel loyale partner zijn in heel dat ecosysteem. Ik denk dat in een van de brieven, Helen Perkie, die zegt het is heel moeilijk, die verdienen mee aan de producties waarin dat een overheid mee gefinancierd heeft, maar zelf zijn ze niet bereid om bij te dragen tot het ecosysteem. Ze zijn zelfs niet bereid om hun data vrij te geven. Zij gebruiken ook vaak gesubsidieerde systemen. Ik zal een voorbeeld geven.
Wij hadden de laatste Pixar-film als slotfilm op het festival. Nu, een van de doelstellingen van het festival, dat is om de films een duwtje in de rug te geven voor op het moment dat ze in de bioscoop komen, om de weg naar het publiek te vinden. Nu, een week voordat wij de film zouden draaien, heeft de studio Disney beslist van wij gaan de film enkel op ons streamingplatform aanbieden. Dus dat betekent dat het publiek niet meer de kans heeft om de film te zien op een groot scherm, maar ook dat het publiek verplicht is om een abonnement te nemen bij Disney Plus om die film nog te kunnen zien. Nu, zolang dat een eigen film is van een eigen studio tot daaraan toe, maar we moeten wel opletten dat dat ook niet het geval is, dat ook de films waarin dat geïnvesteerd wordt met publieke middelen, dat ze ook niet in dezelfde situatie komen. Dus het is wel een moeilijk gegeven. Bart van Looy van de KU Leuven die geeft een alternatief in zijn brief voor die monopolisten in de sector, namelijk community-oriented platformen. Dus niet enkel in handen van dominante spelers, maar van kunstenaars zelf bijvoorbeeld, of van collectieven. Met als gevolg meer opbrengsten voor artiesten, want die kunnen dan eventueel ook de data gaan valoriseren. Lijkt je dat iets wat mogelijk is? Wordt daarover gepraat bijvoorbeeld al? Ik denk dat het nu een te grote versnippering is en dat we inderdaad naar een bundeling moeten gaan van krachten, want anders gaat het publiek ook zijn weg niet meer vinden, denk ik, als we naar een te grote versnippering gaan. Maar ik denk dat ook daar zeker wel een idee is, want als er een voordeel is aan het digitale bijvoorbeeld, dat is dat ook hele niche producties op die manier wereldwijd een publiek vinden. In een van de brieven is het grappig, maar er wordt het voorbeeld van kantklossers over de hele wereld. Maar dus het digitale heeft mogelijkheden naar het hele grote publiek, heeft ook mogelijkheden naar heel specialistische dingen. Dus ik denk dat daar zeker ook wel iets in zit. Ja. En dat we daar inderdaad moeten zorgen dat we inzetten op die onafhankelijke systemen eerder dan de systemen die eerder gericht zijn op want als ik het heb over Netflix bijvoorbeeld, daar is film eigenlijk gewoon een instrument om abonnees te werven. Dat is eigenlijk een streamingplatform en het gaat hem daar niet zozeer over de film, het gaat om de abonnees. En ik denk dat we daar inderdaad het accent op die kwaliteit en die producties moeten kunnen houden. En één keer dat zo een platform groot genoeg wordt, hè, omdat het ook natuurlijk in sommige gevallen een wereldwijde markt kan hebben voor bepaalde kunst, dan wordt het mogelijk om zo data te valoriseren. Dat is ook iemand, Omar Mogoud, geeft dat in zijn brief mee, dat ook daar de toekomst, de waarde gaat daar liggen, het capteren van die data bijvoorbeeld. Jeroen, hoe zie jij dat? Ja, maar ik denk dat daar zeker mogelijkheden in zijn. Want dat is uiteindelijk waar het heel vaak om draait, maar ik wil een beetje aansluiten bij hetgeen dat Marijke zegt. Ik denk dat daar inderdaad wel een groot gevaar in zit. In theorie klopt dat, van we gaan een platform opzetten voor kunstenaars of met kunstenaars. Alleen zit je in een concurrentiële markt waar je het moet opnemen tegen spelers wiens doel niet is om die cultuur te brengen, om die kunst te brengen, maar om data te verzamelen en om zelfs niet altijd om geld te verdienen. Hè. Neem het voorbeeld van Zalando, dat is nu een andere sector, die maken al jaren verlies. Hun idee is gewoon, we willen zoveel mogelijk marktaandeel bezetten en zoveel mogelijk data hebben over mensen en we gaan dat verkopen. Dat is hun businessmodel. Dus dat is zeer gevaarlijk, denk ik, voor cultuur om dat toe te passen. Maar daar zit wel iets in. Ik denk dat organisaties, zeker ook verenigingen zoals wij, wat hebben wij als belangrijkste kapitaal? Dat zijn niet, laten we zeggen, de ruwe ideeën die een kunstenaar heeft, dat zijn niet de grote kunstwerken, dat zijn niet, zoals een bedrijf, laten we zeggen, de grondstoffen en de afgewerkte producten, maar dat zijn onze leden, dat is ons netwerk. En daar kan je dingen mee doen, maar je moet daar heel voorzichtig in zijn. Wij als Gezinsbond hebben al jarenlang een systeem, een soort loyalty systeem, ledenvoordelen voor onze leden. Maar je hebt dan een join op de markt die dat ook aanbiedt en die op een heel andere manier omgaat met die data. En waar dat je dus eigenlijk dreigt weggeconcurreerd te worden, waar dat je constant voor ethische dilemma's staat, van hoe ga je daarmee om? We hebben een babysitdienst al jaren, die is ook gedigitaliseerd. Sommigen hebben misschien dan nog vorige babysit of laten babysitten op zich. Maar daar heb je een b-sit die dat doet. En waar dat wij vragen dat wij die b
babysitter zien en die gezinnen zien, omdat je toch niet wil dat daar iemand in een gezin terechtkomt met verkeerde bedoelingen, dan gaat daar allemaal een stukje losser mee om. Dus dat zijn toch wel zaken waar je heel vaak voor fundamentele vragen komt en waar dat ik wil niet negatief zijn, want ik geloof enorm in het potentieel van dat digitale en ik denk dat iedereen het ook gebruikt heeft, wij ook, maar waar dat ik toch wel merk dat het heel moeilijk is om als je, laten we zeggen, ook een maatschappelijke, ik ga nu zware woorden gebruiken, hè, ethische en andere rol op je neemt om te concurreren met anderen die dat niet hebben of die vanuit een andere dingen vertrekken, die gaan altijd sterker staan en altijd een stap voor zijn en sneller kunnen ontwikkelen en een groter deel van de markt bezetten. En dat is, ik heb daar geen kant-en-klare oplossing voor. We moeten het zeker proberen, maar het is moeilijk. Dominique, ik wou nog eens bij jou komen als directeur voor musea. Ja, je werkt voor een instelling waar je naartoe moet gaan om kunst te komen kijken. Maar natuurlijk, het wereldwijde web biedt dan ook de mogelijkheid eventueel om die kunst te verspreiden, digitaal dan. Hoe zie jij de toekomst van een museum bijvoorbeeld? Ja, ik denk veel dingen die we tot nu toe hebben aangehaald, die staan eigenlijk min of meer los van corona. Die hebben heel veel dingen, die leefden misschien al sowieso in onze sector en die zijn nu door corona wel verscherpt geworden of onder het vergrootglas gezet geworden. Maar wat voor mij echt wel degelijk een rechtstreeks impact van corona is geweest, is dat we inderdaad van de ene dag op de andere dag als enige bindmiddel met ons publiek nog het digitale hadden. Dat was voor mij heel ingrijpend. We wisten allemaal dat dat belangrijker zou worden. Maar we dachten allemaal dat we daar heel veel tijd voor zouden hebben. Maar dat bleek dus niet. En dus uw communicatieafdeling, waarin iemand zit die bezig is met social media, die een bepaalde rol had binnen de organisatie, dat wordt plotseling uw allerbelangrijkste medewerker. Want dat wordt plotseling de enige persoon die dag in, dag uit, van 's morgens tot 's avonds, via allerlei kanalen, nog het contact heeft met de buitenwereld. Dus voor mij was dat echt een enorme gewaarwording en echt zoiets van alle hens aan dek en een soort wakker worden van hoe belangrijk dat digitale inderdaad plotseling werd. Dus dat is één iets op het gebied van communicatie met uw publiek. En dan heel terecht, Ronald, uw vraag van wat betekent dit voor een museum? En we hebben gezien dat wij heel veel mensen aan ons kunnen binden, omdat dat natuurlijk een heel visueel iets is. Dat de mensen ook meegaan in de manier waarop dat je uw collectie onder de aandacht wil brengen en zo. Maar er is dat is altijd nog zo op een soort vlotte, dagdagelijkse manier. Als je dan dieper gaat, als je echt zegt van oké, ik wil de hele collectie kunnen zien, ja, daar is nog een enorme inhaalbeweging te doen. En zeker als het dan gaat over echte tentoonstellingen die speciaal gemaakt worden om dan digitaal verspreid te gaan worden, dat is een andere kunstvorm bij wijze van spreken. Dus daar is nog een hele weg te gaan. En dat is dan ook meteen de vraag van hoe gaan we daar ook nadien mee om? Hè? Denk ik dan van het nieuwe normaal, dat zal waarschijnlijk niet meer gaan over blockbuster tentoonstellingen of lange wachtrijen of grote vernissages of zo. Dus we gaan daar anders mee om moeten gaan en het digitaliseren, het hele social media gebeuren zal daar een hele belangrijke rol in gaan spelen. Ja, en het wordt sowieso hybride. Hè. Ondanks was het voorbeeld van Nick Cave, die een concert heeft gegeven deze zomer in Londen, waarbij je online een ticket kon kopen en dan gewoon online het concert kon volgen zonder publiek. En nu is daarvan een cd dan een fysiek verlengstuk verkrijgbaar. Dus dat soort hybride experimenten zal waarschijnlijk nog toenemen, ook in andere sectoren. Ik zie dat er geen vragen meer zijn concreet, dus dan zou ik graag de thema's afronden met als conclusie een vraag voor elk van jullie. Namelijk, welk idee uit de brieven van de spraakmakers, eventueel een idee dat aan bod is gekomen het voorbije uur, is volgens jullie het meest vruchtbaar? En laat ik beginnen bij Sigrid. Sigrid, je microfoontje.
Ik ben wel geïnteresseerd in het voorstel van Michel Maus en zijn oprichting van een Vlaams kunst- en cultuurfonds, breed over de verschillende disciplines heen, hoe dat zou kunnen worden uitgewerkt. Enerzijds en anderzijds dus toch altijd terug naar mijn stokpaardje, dat is dus die kwetsbare positie van de kunstenaar, daar iets aan doen de komende tijd. Door na te denken over dat sociaal statuut, een sterk eenheidsstatuut, dat rust brengt in die grillige loopbanen. Dat blijft voor mij wel heel belangrijk, dat we daar vanuit praktijk en beleid en intermediairen allemaal samen oog voor blijven hebben. Want het is wel nogal wat wanhoop geweest bij de kunstenaars, de podiummakers, en zo verder het afgelopen jaar, nog meer dan tevoren. Oké, dankjewel Sigrid. Marijke? Ik vind dat de vraag om de herwaardering van cultuur, om daar niet alleen naar de economische waarde te kijken en de subsidies die we altijd terug moeten op die manier verdedigen, maar ook naar de maatschappelijke waarde van cultuur. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En wat ook in veel van de brieven zat, dat is het belang van diversiteit en solidariteit, waar dat we ook eigenlijk binnen de kunsten het vaak niet zo goed doen. En dat is ontzettend belangrijk voor dat draagvlak voor de kunsten. Dus daar hoop ik dat wij nu eigenlijk beseft hebben dat dat iets is waar we allemaal samen, denk ik, iets moeten aandoen. Jeroen? Ja, voor mij is dat dan eigenlijk de combinatie van het ecosysteem en de prijsdifferentiatie een beetje. Ik denk dat dat een van de zaken is die ik zou meenemen uit de brieven. En om dat met een voorbeeld te kaderen bij Davidsfonds, waar ik inderdaad ook nog gewerkt heb, waar dat wij op een bepaald moment reizen organiseerden voor al onze leden en dan in concurrentie komen met grote tour-operators en je kan dat toch niet aan, hebben wij gezegd van kijk, we gaan echt voor kwaliteitsvolle reizen die maar voor een heel beperkt segment van onze mensen toegankelijk zijn, die prijskwaliteit goed zijn, maar betaalbaar maar voor slechts een beperkt segment. Maar dat leverde ons wel inkomsten op waarmee dat we heel veel andere dingen konden doen voor de rest van ons publiek, junior journalistwedstrijd om jonge mensen te leren schrijven enzovoort, en waarvoor dat we geen inkomsten hebben. Dus dat is denk ik die combinatie, een ecosysteem en prijsdifferentiatie, zal ik meenemen. Goed, tenslotte Dominique, wat neem jij mee? Oeps. Ja. Ik ga waarschijnlijk een beetje wolliger antwoorden. Ik denk dat er heel veel interessante ideeën naar voren gekomen zijn. Ik geloof niet in één specifiek idee of in één oplossing. Het is al een paar keer gezegd, wij zitten in een ecosysteem, wij moeten terug in balans geraken. En wat mij betreft is dat een nieuwe balans en dat was ook nodig. Dus in die zin kunnen we van deze crisis gebruik maken om toch heel veel dingen wel weer in vraag te stellen. Zoals ik daarnet ook zei, dat nieuwe normaal, dat moet een ander normaal zijn. Dat moet terug het diep menselijke naar voren komen. We hebben allemaal gezien hoe belangrijk kunst en cultuur is. Dat mogen we niet vergeten. We moeten ook daar fier op zijn en beseffen dat we een heel belangrijke maatschappelijke rol hebben en dat die naar waarde geschat mag worden. Iets wat niet ter sprake is gekomen is, maar ik gun iedereen in deze crisis een hele goede raad van bestuur en een hele sterke voorzitter, want ik denk dat we dikwijls vergeten hoe belangrijk dat de rol van die bestuursorganen is. In West-Vlaanderen zeggen ze visrot aan de kop. En ik denk dat we daar toch eens over moeten nadenken. Maar hoe dan ook, zou ik een pleidooi willen houden voor het feit dat nuance heel belangrijk is. Het gaat over kunstenaars en kunst en cultuur, maar wij werken niet alleen. Wij zijn een keten in een veel groter geheel, dat hebben we nu gezien, zelfs wereldwijd. En dus dat we er vooral voor moeten blijven zorgen dat we niet wereldvreemd moeten worden. En dus samenwerken, solidariteit, waar dan Marijke het over had. En dan heb ik één hele mooie zin gelezen, ik denk bij Helen Percuy, en die zei
zie de brug, zoek de brug of bouw de brug desnoods zelf. En ik denk dat dat een hele mooie samenvatting is. Oké, perfect gezegd. Dankjewel Dominique, zo'n mooi besluit. En daarmee hebben wij net een uur rondgemaakt voor deze sessie rond financiële veerkracht. Hartelijk dank Jeroen Sleurs, Marijke van de Bury, Dominique Savelkoel en Sigrid Bousset en mensen die gevolgd hebben. Dankjewel om te kijken. Hopelijk hebben jullie er iets aan gehad. En mochten jullie nog vragen hebben, die zijn ongetwijfeld welkom, denk ik, via de mensen van Cultuurloket. Kunnen we die bij de juiste persoon bezorgen. Nog een fijne zondag en hopelijk op een goede relance van jullie organisaties en sector het komende jaar. Ja. Tot ziens.